U bent er maar in uw eentje. Denk je dat ik in mijn eentje ben? Nee, ik ben niet in mijn eentje. We hebben een hele achterban. We hebben ongeveer 7000 leden. Heeft u die leden ook ingeschreven vandaag? Ja, die leden zijn net ingeschreven. Ik had begrepen dat jullie samen met de NDP zouden werken. Ja, we willen graag een samenwerking met de NDP, maar de achterban zegt geen samensmelting. Maar samenwerking zeker. NDP is, de president is, is een goede man. Ik hou van onze president. Maar de statutair 1 laat het niet toe dat we gaan samenspelten. Volgens de statuten kan je geen lid zijn van BASA en lid zijn van een andere partij. Vooral het hoofdbestuur en de partijraad niet. De statutair laat het niet toe om op te gaan in een andere partij. Waar gaat BASA voor? BASA gaat voor begrotingstekorten, betalingsbalans terugdringen. Negatieve betalingsbalans terugdringen en zoveel mogelijk de economie van Suriname opkrikken. Maar binnenkort komen we met de persconferentie, dan gaan we meer in details. Wil BASA regeermacht of is de oppositie ook goed? Tuurlijk gaan we voor regeermacht. Wij willen regeermacht. BASA wil regeermacht. Hoeveel zetels denkt BASA te halen? Nou, wij gaan voor 2 zetels. Als we meer krijgen is het meegenomen. Maar of nu denken we dat we klaarstaan voor 2 zetels. Waar wilt u die halen? Brokopondo, Simbalwini en of Marowijne. En wel hoeveel districten gaan jullie meedoen? Wij gaan meedoen in Brokopondo, Simbalwini, Paramaribo, Wanika Para. Die andere districten zijn nog niet zo sterk. Misschien Nikeri ook, maar misschien Koroni ook. Maar deze districten zijn de districten waar we heel sterk zijn. Waar zien we BASA na 25 mei? In de regering.